wist dat het voor mij een moeilijke start ging worden, omdat ik toch veel duurtrainingen heb gedaan de laatste twee weken. Maar uiteindelijk was ik wel een van de enigen die mee was na de snelle start van Mathieu en Tom Meuse. Dus dat was al wel een voordeel. En dan was het even aanklampen, maar het laatste deel van de wedstrijd kwam ik er toch terug door en kon ik dan de derde plaats nog nemen. Dat is hoopvol. Ja, inderdaad. Ik denk dat deze ideaal was na de afgelopen periode, vol met duurtrainingen en zo, om nu toch eens nog terug echt diep te gaan. Dat we nu ook stilaan klaar zijn voor de komende periode met veel zware crossen. Was dit het hoogst haalbare vandaag? Vandaag wel, denk ik. Het was toch wel een redelijke kloof tussen mij, Corné en de twee koplopers. En dan moet je daar langs de ene kant bij neerleggen. Maar ik denk wel dat deze wedstrijd voor mij een opsteker was om zo meteen na een stage een goede prestatie neer te zetten.